Wat is die lucht hier toch, Geneviève? Deze lucht is omdat ik die passepartouts van die tekeningetjes gemaakt had. Lijm? Nee, spuitbus, verf. Jeetje, ik moet er helemaal... Ik had je gisteren moeten worden, maar toen dacht ik wel aan jou. Ik dacht het schapenrol is er vanaf. Stoen. De blauwe stunde en de blauwe stunde is de overgangszone tussen de ochtend en de dag. Tussen donker en licht, en, of licht en donker. Dus dat is wat de zon en de maan met elkaar afwisselen. Als de lucht dan heel donkerblauw wordt. Toen ik hier kwam in een bezemkastateliertje, dus een klein ateliertje, wat een chambret van een zuster is, van twee zusters zelfs. Dus van de vroegere kloostertijd, toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wou doen, kon doen. En toen dacht ik, als ik nu de tonaliteit van het verval aanbreng in de vorm van alles is onbewerkt, dus de gaten, de tijd die erin gezeten heeft. En als ik in één toon zit, dan ga je die allemaal omzetten, maar het was mijn eigen... Omzetten in de zin van dingen worden oud en dingen vergaan, zou ik maar zeggen. Maar ik vond dat heel mooi dat hier zusters hadden gezeten. Maar die blauwe stunde is zoiets van dat die zusters ook weg zijn naar dit pand. En dat die geschiedenis van de enorme dominante religieuze achtergrond, zeker van Tilburg, er ook uit weg is. Tegelijkertijd zit je in oude mensensferen en blauwe stunde is dan een metafysisch begrip van de vergankelijkheid. Van dingen. Maar toen heb ik hem blauw in de vorm van cyan gemaakt. Maar het gaat over het concept blauwe stunde in de vorm van iets gaat in iets over wat op dat moment onomkeerbaar is. En in dit geval is het ouderdom, ouderdom, geschiedenis, religie, lijden, wat deze mensen hadden, vreugde die ze hadden ofzo. Maar als ik het allemaal één toon maak, word je ook niet gek van. Van ja, word je dan zot, want als ik een spiegel neerleg, wordt alles ook blauw. Dus ja. Dat is wel heel raar. Ja. En ik dacht dat ik er helemaal zot van zou worden, omdat het nogal een felle kleur overdag is. En donker, hij haalt ook veel licht weg natuurlijk. Maar dat blijkt dat cyan de kleur van de zon luiheid is. In het Vaticaan. Ik wist niet dat het Vaticaan foute kleuren annonceerde. Dus ik heb per ongeluk de foute kleur gekozen. Voor deze leidende zusterkes. Ik geef toe, maar ik weet niet of het de kleur is, maar dat is ook de tuin. En de plek dat hier zitten, als ik hier binnen ben, ook al kom ik maar iets halen, dan word ik wel rustig. Dat is wel vrij uniek, maar dan word ik wel rustig. Dan ga ik niet zo makkelijk weg. Je hebt heel veel studies gedaan. Onder andere architectuur en filosofie heb ik begrepen. En je doet ook iets in Afrika. Ja, dat ik in elk geval filosofie ging studeren, heeft te maken met het feit dat ik in Afrika was. In dit geval met name Senegal in 1998. En zo getoucheerd werd door de mensen daar, dat ik van thuis kwam met de ziekte van geluk. Een ziekte die ik nog niet lang geleden had, zou ik maar zeggen, voordien. Maar ik kon niet anders benoemen, terwijl alles aan de oppervlakte, letterlijk en figuurlijk, volledig anders was. Dus A, armoede, waarbij ook alle zichtbaarheden, dus geen elektriciteit, geen water, geen letterlijk herkenbaarheden. En ik kwam ervan terug en ik dacht, het was zo'n epifane ontdekking dat ik voor de eerste keer durfde, want ik durfde ook eigenlijk, want er waren een paar mensen die toch in borsten gaan. En op een gegeven moment dacht er is leven na armoede. En daar was ik zo van onder de indruk dat dan jouw leven
dat mensen die gewoon zijn in armoede, en dan spreek je zich fundamenteel op armoede, dat er een leven is en dat is zo beschaafd en rijk leven, dat ik dat zo getoucheerd heb. En ik denk dat ik denk wel eens dat ik betoverd ben geweest toen. Maar in elk geval, dat is toch 15 jaar geleden en dat heb ik nog steeds. Ik was erg en ben nog steeds erg van een indruk van Afrika. Maar dat was wel de reden en de totaal onbekende wereld op het oog, dus zonder meer. Op het herkennen, op het zwart lijst anders dan wit. Het hele gedrag is anders. Whatever, maar ik kon dus niks met al mijn wit-westerse dan maar op die grote maat. Fenomenen, en dat gooide allemaal de zaak helemaal door elkaar. En op een gegeven moment raakte er ook een beetje de tel van kwijt. Dus ik begon dan in 1998. En toen ben ik in 2001 filosofie gaan studeren met wel bepaald de vraag. Dus niet gewoon filosofie als filosofie, maar met een vraag van wat is westers en hoe kom ik er van af? In de vorm van hoe kan ik ruimte ruimen voor ervaringen die ik in elk geval heel indringend vond. Dus die van het geluk. Hoe kan dat dat ik die ziekte nooit gehad heb? Zo, ondanks dat ik een heel gelukkig leven heb, een heel content leven had. Dus op dat moment, maar ik ben daarom filosofie gaan studeren van hoe komt het dat het niet werkt? Communicatief ging dat voor geen meter. Alle waarden, normen en concepten en ideeën en werkzaamheden. En ik ben in elk geval daarom filosofie gaan studeren. En de vraag die ik had, die is beantwoord in de vorm van als je het ene antwoord weet, nou wat is westers? Ik had de tweede vraag, hoe kom ik er vanaf? In het geheel niet. En dat vond ik heel erg indrukwekkend om te leren van in dit geval de studie. En ze hebben wel naar zitten zoeken, dat was zeker niet de bedoeling. Dat ik een vraag stelde, maar zeker niet dat ik een concept als het westers denken opengooide naar iets dat er misschien ook nog iets anders was. En wellicht is dat in Afrika ook zo, vermoedelijk, en in China ook. Maar elke cultuur had blijkbaar haar eigen noodzakelijke beslotenheid, waarin dat ze zichzelf haar eigen oordelen, vooroordelen en vastigheden zit. Dus wat is westers? Ja, dat heb ik geleerd bij filosofie. En kom ik er vanaf? Met name niet. Daar mag niet vanaf gegaan. Nee. Dat vond ik wel heel shocking. Dat was echt een gedeelte strijd met mijn afstuderen gedaan. Is dat vloek op de westerse... Ja, dat is absoluut vloek. Ja. Absoluut. Het feit überhaupt dat je het zou kunnen betwijfelen dat westers niet dominant zou zijn dan de ander. Dus dat betekent ook dat ik op een gegeven moment, om dat te zoeken, die verscheidenheid, dat ik sowieso niet in het moderne moest gaan. Dus in een tijd die analoog aan de Afrikaanse was en dat blijkt de Griekse te zijn, die meestal door de cultuur als de voorbeeldige wordt gezet, maar toen ik naar gastvrijheid en dat soort dingen gaan zoeken en toen ben ik eigenlijk gaan vragen wat filosofie voor een ontvankelijkheid überhaupt had. Dus het is een beetje van zijn pad afgegaan en ik heb het ook altijd als concept overgehouden, namitje within without others, wat betekent vriendschap met of zonder vooroordeel, zonder voorgegeven vorm. En dat is een eeuwige strijd met de het andere of de het vreemde. En die zit net zo goed als in de architectuur, als in de filosofie en op de wereld en zo. En dat vind ik eerlijk gezegd, denk ik, het meest boeiende in het leven. Gewoon dat stuk dat je niet kent, waar je ook pijn van hebt, of boos, of zoiets. Dat zo rijk is, hoe groot dat er dingen zijn. Dus ik ben heel dankbaar voor hem. Veel andere dingen mag leren kennen, en dat wordt niet makkelijker door, maar ook voor anderen niet, als je dat al geïnteresseerd hebt, in geïnteresseerd was. Maar ik voel me wel heel rijk, ja. Zo, ook door Afrika. Zeer rijk, zeer. Actie, zeer.